Goedemiddag. Leuk dat je weer kijkt. Het kerstweekend is voor ons begonnen. We hebben 4 dagen vrij. Zaterdag, zondag, maandag, dinsdag. Maandag, dinsdag zijn natuurlijk de kerstdagen. We gaan zo even een paar boodschappen halen voor kerstavond. Maar dan ga ik zelf koken. Marloes is inmiddels al vanaf vanmorgen 5 uur aan het werk. Dus die heeft vandaag al een hele pittige dag. En die moet ook morgen nog een paar uurtjes werken. Ja, goed, in de bakkerswereld dan heb je dat. Ik ben zelf wel vrij. San en Kevin die zijn inmiddels ook al vrij. En als Marloes morgenmiddag thuis komt, dan begint ook voor haar het kerstweekend. Zoals ik zei, we gaan even wat boodschappen halen. Het is natuurlijk geen normale boodschap, omdat we morgenmiddag kerstavond hebben. Dus ga ik even wat aparte dingetjes doen. Aparte dingetjes meenemen. En mij gaan daarbij helpen. Sanne. En. Kevin. Daarnaast wil Kevin graag nog wat vuurwerk bestellen. Dus ook daar gaan we nog even naar kijken. We zijn onderweg naar de supermarkt. En Marloes die had ons vanochtend een lijstje met boodschappen klaargelegd. Wat staat er eigenlijk allemaal op, Kevin? Boodschappen kerst. Cola. Een kip. Patat, curry, augurk, appels, vanilleijs, melk, gerans, salade, filet, chips. Er staat ook nog een tekst staat er aan de zijkant. Niet te veel boodschappen mee in verband met korte aankomende week. Buiten de kip nog genoeg vlees in huis. Oké, dus we gaan niet helemaal, maar bijna helemaal gaan we voor de kerstmaaltijd voor morgenmiddag. Oftewel kerstmiddag, kerstavond. De andere 2 kerstdagen hoeven helemaal niet te koken, want dan gaan we 2 keer uit eten met de familie. Dus dat is ook wel hartstikke leuk. Verheugen we ons ook op. Ja, alleen er zijn toch maar 2 kerstdagen. Ja. Ja, maar je hebt nog kerstavond. Kerstavond is morgenavond. Wow. Dus de avond van voor kerst. En dan heb je 2 kerstavond. Maar wij doen, dan heb je 2 kerstdagen. Maar wij doen standaard eigenlijk altijd de kerstavond. Dat zijn we ook altijd thuis met z'n vieren. En dan laatste jaren kook ik altijd wat. Echt? Heb je dat vorig jaar ook gedaan? Vorig jaar heb ik zo'n hele grote kip gemaakt, gevuld. Hij moest. Ik ben een beetje Piet Luttig met kip. Dus die moest heel erg gaar zijn, weet je dat nog? Was hij ja. Misschien ietsjes aan de droge kant. Hij zat heel lang in. Hij zat er heel lang in, ja dat klopt. Nou, dat was die keer. Ja. En wat ga je nu maken? Nee, ik was wel weer van plan om een kip te maken. Ja. Alleen niet om die 4 uur erin te doen, maar 1,5 uur. Zoiets. Totdat hij goed gaar is. Want ik weet nooit zo heel goed. Ik doe eigenlijk alles altijd maar op gevoel. En het is wel lekker als je een goed gekruide, een beetje sappige kip kunt maken. Dat is een beetje de bedoeling van het boodschappen halen zo. Dat is een beetje een aparte boodschap. En we gaan even verder. De eerste boodschap is binnen voor de kerst. Ik denk dat we nog eventjes naar de MT gaan. Dat is wel het handigst, die ligt op de route. We hebben niet heel veel meer nodig. Een beetje hapjes en wat stond er nog meer op het bonnetje? Waar is het bonnetje? Wat staat er nog op, wat we nog moeten hebben? Ik weet niet wat we allemaal hebben gehad. Chips? We hebben toch al... Nee, we hebben nog niet alles. Ik heb chips.
Nou ja, iets van chips hebben we nog niet. Iets van salade voor morgenavond. Vraag is of we daar nog zin in hebben na de kerstmaaltijd. Maar filet heb ik er nog op zien staan. Augurk, appels, vanilleijs, melk, jus de rans hebben we allemaal. Salade bij eten, oké. Okay. Dat schiet mooi op. We gaan naar de volgende plek. En dat is... Eerst even tanken. De tank is behoorlijk leeg. Kom je bij de tank aan? Ik denk dat de brandstof voor niks is vandaag. Hartstikke druk. 1,34,9. Veel Nederlanders altijd die hier tanken. Zie ook veel Duitsers staan. Maar ik denk dat we zo nog wel een keer aan de beurt zijn. Waar gaan we het eerste kerstdag? Gaan wij naar opa en oma. Daar gaan we eten bij een Chinees restaurant. Dat is een buffet. En we gaan de tweede kerstdag gaan we ook nog bij de andere opa en oma. Gaan we met oma Svenne. Gaan we daar ook bij een Chinees restaurant eten. Papa komt er nu al aan. Dan loopt hij net langs. Zo. Zo. Wat een drukte hier. Medewerkers vonden het zelf al niet leuk meer, zei ze. Ik denk, nou, als je toch heel veel brandstof kunt verkopen, dan kun je ook heel veel verdienen, maar ze waren niet zo heel vrolijk. Wij hebben een kleine 30 liter. Ik zit de tank alweer vol. Er zit een klein tankje onder deze auto. 35 houdt het echt wel op om te tanken. Maar hij rijdt ook in op 18, 19, dus wat dat betreft een goede combinatie. En er zat nog wat in. Dus voorlopig kunnen we even weer door. Wat nog meer? Wat nog meer? Oké, okay, nou is goed. Dan was dat het. Ja. Pindasaus. Kleintje. Kleintjes, chipjes nog, een biertje. Tomatensoep. Stokbrood. We hebben de boodschap alweer uitgepakt. Sanne en Kevin helpen, dan gaat het altijd eventjes heel snel. Dat doen ze niet altijd. Maar vandaag wel. Nou, is dat zo? Nou, Kevin helpt meestal wel. Sanne is heel vaak weg. Dit mag nog in de kelder. We gaan gauw nog even op pad. Kevin die heeft nog geen vuurwerk besteld. Nou, hij heeft er al weken over. En moeten we dat maar even weer doen. Ook dit jaar. Niet te gek. We rijden even naar de intratuin. En dan kan hij zelf daar straks wat van uitzoeken. Dus we gaan eens even kijken wat er allemaal te bestellen is. Ja, gaan we even doen. Het is wel even een mooie test. Of je de wind nog hoort, hè? Ja. Of niet? Het is wel een mooie test, ja. Ja. Hele harde wind hier. Nou, we zijn er. Welkom!
En? We kunnen wel... Grote spel denk ik niet. Misschien gewoon een klein spel. Wat zou je willen dan? Ja, gewoon iets. Die? Ja. Die ook? Vuurwerk is weer besteld, helemaal gelukt. Het zal inmiddels al wel een beetje donker zijn, denk ik, op beeld. Het loopt alweer tegen 5:30. Het duurt een beetje lang. We zijn weer binnen. We hebben het weer besteld. Besteld. Nog niet binnen. Afhalen moeten we aankomende donderdagavond doen. 'S Avonds, dus dat is wel ideaal. We gaan op naar huis. Aangezien het morgen pas kerst is en vandaag moeten we natuurlijk ook nog eten, doen we vandaag nog wat lichts. Vanmiddag hebben we meegenomen de gyros, Turks brood, sla en lekkere knoflooksaus. Maar Loes is vanmiddag thuisgekomen van het werk, rond een uurtje of 4, maar die was zelf al om 5:00 begonnen. Dus die was aardig moe, dus op dit moment even aan het slapen. Dus ik ga gauw even iets wat koken. En dan zal ik straks proberen om haar wakker te maken. En voor haar wel lekker als dan het eten klaar staat. Ik begin eventjes met een beetje olie in de pan. Hier was het vanmiddag meegenomen en niets ingevroren. Ik wist dat ik vanavond wou gaan maken. De zak even openmaken. Dus de gyros gaat er lekker bij in. Zelf had ik voor de ijsbergsla, ik vind gewone sla zelf niet zo heel lekker. Dus vandaar de ijsbergsla. Dit moet genoeg zijn. Haal ik het brood pas eventjes uit de verpakking. Dat wil ik straks nog even met een... Dat wil ik straks nog even in de oven doen, voor een minuutje of 3-4. Dan is het brood lekker warm. Er alvast in. Ik zet hem straks wel aan. Als het vlees ook klaar is, dan gaat de oven aan. Het vlees lijkt me al behoorlijk gaar, als ik het zo zie. Brood heb ik al in de oven zitten, maar het duurt nog heel eventjes. Dan denk ik dat ik eens eventjes ga kijken of ik Marloes even wakker kan maken. Marloes, kom op, want ik heb het eten bijna klaar. Ja, ik kom. Ga naar beneden. Wakker worden met zo'n groot... met zo'n camera voor de neus. Ik kan me voorstellen dat het niet zo heel prettig is. Als je nou deze... vergelijkt met die... volgens mij klopt er dan iets niet. Mijn eerste beetje sla... knoflooksaus er al bij in. En dan de gyros gaat er ook bovenop. En hij is klaar.